Wat is nou uw favoriete museum? Ik heb niet één favoriet museum, maar ik vind het wel leuk om, dat heeft natuurlijk ook met mijn achtergrond als historicus te maken, om naar historische museums te gaan. Het laatste museum waar ik ben geweest was het Visserijmuseum op Urk. En daar ben ik overigens al denk ik al 5 keer geweest. Maar dat vind ik wel heel prachtig om in zo'n gemeenschap, in zo'n museum, dan ook de geschiedenis terug te zien. En daar kan ik wel heel erg van genieten. Ja, er zijn heel veel mooie musea, maar ik vind zoals het Mauritshuis in Den Haag heel mooi met die prachtige schilderijen. Maar ook in Leiden voor land- en volkenkunde. Al die verschillende landen, culturen, achtergronden. Daar kan ik ook heel erg van genieten. En hoe vaak gaat u naar een museum? Dat is heel wisselend. In de zomermaanden dan komt er natuurlijk wel eens van dat je in de vakantie naartoe gaat. En dan soms ook even maanden niet. Dus ik ben niet een frequente museumbezoeker. Daar heb ik niet zo heel veel tijd voor. Maar als ik er ben, kan ik er wel van genieten. Nou, hoe vaak? Ik denk een paar keer in het jaar. Ook vaak dat je zo in vakanties dan met kinderen, dat het dan ook een onderdeel is, hè, om ook naar een museum te gaan. En speelt u zelf ook een muziekinstrument? Ik speel wat piano, maar dat mag geen naam hebben. Dat is meer om mezelf het plezier te geven met muziek bezig te zijn, dan de toehoorders vreugde te verschaffen. Een hele pijnlijke vraag. Ik ben de enige thuis geweest die geen muziekles heeft gehad. En ik durf nog nooit aan mijn moeder te vragen waarom dat zo was, maar ik heb wel een vermoeden. Ik hou ontzettend veel van muziek. Vooral gospelmuziek kan ik ontzettend van genieten. Ik luister ook heel veel naar, ga ook naar concerten toe. Maar ik denk dat als ik zelf zou gaan spelen, dat dan de omgeving dat niet echt zou gaan waarderen. Dus ik denk dat ik het maar even zo hou. Ja, ik moet er ook bij zeggen dat ik tegen de kinderen ook netjes verteld heb van vroeger had ik wel eens, toen ik zo oud was als jullie, had ik orgelles. En toen na een paar weken zei ik tegen mijn ouders van ik vind het niet leuk. En toen zei ze, oké, laat maar zitten dan. En dat heb ik eigenlijk later jammer gevonden. Dus als jullie nu zeggen van ik vind het eigenlijk niet zo leuk, dan zeg ik even nog doorzetten. Misschien ga je het straks wel leuk vinden. Ja.